on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 natuurlijk Vissie hier weer. En vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal natuurlijk. Hartstikke leuk natuurlijk, elke zondag een Q&A. De vorige Q&A had meer dan 200 likes gekregen. En daar wil ik jullie allemaal hartelijk voor bedanken. En ik hoop natuurlijk dat we dat, dat weer gaan halen natuurlijk deze week. Dus vergeet niet even het blauwe duimpje natuurlijk omhoog te geven. En heb je Q&A vragen aan mij, dan moet je dat meteen even stellen hier bij de comments. Heel kort wat over de gameplay. Ik speel hier samen met Sean, oftewel de Mr. Kingfish 73. En ik speel hier op de map Lockdown natuurlijk MW3. En ik speel Specialist natuurlijk. Ik haal geen Moab, maar ik haal wel 55 kills. En dat lijkt me wel heel erg leuk om even naar te kijken. De gameplay duurt ook maar 10 minuten, dus ik had echt nog meer kunnen maken. Dus lekkere actievolle gameplay hier op de achtergrond natuurlijk. Gaan we lekker verder natuurlijk over naar de vragen van deze week. En ik pak er nog een paar van die week ervoor, want ik had nog een paar leuke vragen ertussen staan. Allereerste vraag is van Roos Lochtenberg. Q&A vraag. Wie is je leukste fangirl? Nou, Roos, nou, jij bent natuurlijk een meisje, dat lijkt me duidelijk. Maar over het algemeen heb ik eigenlijk, moet ik eerlijk zijn, weinig kijkers. Weinig vrouwelijke kijkers, zal ik het zo zeggen. Klinkt een beetje stom wat ik net zei. Maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat ik Call of Duty doe, hè, over het algemeen. En ja, Call of Duty is natuurlijk eigenlijk, eerlijk gezegd, een beetje een mannengame natuurlijk. Hè. Ik zeg niet dat vrouwen dat leuk kunnen vinden natuurlijk, maar over het algemeen, hè, kijken vrouwen meer natuurlijk naar andere dingen, zoals beauty kanaal en dat soort dingen. Misschien Minecraft zou ook nog kunnen natuurlijk, maar ja, mannen kijken dus meer naar Call of Duty. Maar in ieder geval, Roos, jij bent natuurlijk een van de leukste fangirls, de beste fangirls. Een beetje stom, de leukste. Maar in ieder geval echt een leuk natuurlijk dat er ook meisjes kijken naar mijn kanaal natuurlijk. Ben je trouwens ook een meisje, dan moet je dat ook vooral even achterlaten natuurlijk. Want ik vind het wel eens leuk om te weten hoeveel vrouwen er nou echt kijken. Want je kan het wel zien in je analytics, zoals dat heet dan. Maar volgens mij klopt dat niet altijd helemaal hoor. Dus dat. Er stond in ieder geval dat er ongeveer 5% vrouwelijke kijkers zijn. 5% vrouwelijke kijkers. Dus ik hoop er wel iets meer te hebben. Gaan we over naar de volgende vraag. Want ik heb er gewoon een paar leuke tussen zitten. Ik wil lekker beantwoorden natuurlijk. Matthijs Visser. Q&A. Wat vind je van de. Van Advanced Warfare, Weapon Balance, etc. Vind het op een of andere manier niet echt leuk om te spelen. Ik kan het een beetje voorstellen natuurlijk. Ik heb zelf ook een beetje problemen meer met het jumpen in Advanced Warfare. Weapon Balance. Ik heb het idee dat ze. Kijk, ze hebben toen de tijd natuurlijk die bal gepatcht. Hè. Dat is een van de eerste patches geweest. Dat die bal. Je zag alleen maar op YouTube zag alleen maar gameplay met bal. En daar hebben ze helemaal genurfd, slechter gemaakt en zo. En andere wapens wat beter gemaakt. En. Ja, ik denk dat ze eigenlijk die bal hetzelfde hadden moeten houden, maar dan gewoon alles gewoon beter moeten maken. Zodat het dan een beetje leuker had geweest. Want ik vind qua wapens vind ik het niet heel veel aan Advanced Warfare. Ik vind dat er weinig variatie in zit. Je hebt natuurlijk de ASM1, de bal natuurlijk. De K5 is wel leuk, maar is eigenlijk zwak, hè? Vind ik vergeleken met andere wapens. HBR heb je. HBR A3, hè? Dat geloof ik. Is ook wel redelijk en zo, maar een beetje log vind ik het zelf, het wapen. Dus ja. Weapon Balance, ja, nog steeds niet eigenlijk. Meer een, niet echt Weapon Balance, maar gewoon te weinig wapens. Op een of andere manier, waarmee je kan spelen. Kijk, zoals MW3, je hebt zoveel wapens waarmee je een Moab kan halen. Niet normaal, en dat is ook lekker gespeeld als je Specialist hebt natuurlijk. Dat mis je natuurlijk ook echt Specialist in Advanced Warfare. Volgende vraag van Yuri Lodestein. Wat wil je dat absoluut niet terugkomt in Black Ops 3? Nou, toevallig komt vanavond natuurlijk de Black Ops 3 trailer online. Dat zal, ik denk, een singleplayer trailer zijn trouwens. Maar wat wil je dat er niet terugkomt in Black Ops 3? Dat is eigenlijk toch het jumpen. Ik op een of andere manier, ik kan daar niet echt helemaal aan wennen en zo. Ik vind het ook heel irritant als je bijvoorbeeld mensen jumpen en dan in de lucht opzij dashen en zo. Door die extra movements. Weet je, je kan niet van uitgaan en zo. En, hoe die beweging is. En kijk. Normaal gesproken, ja, iemand loopt vooruit of zij, hè, dat kan nog dan. Maar ja, de jumper, dat maakt het gewoon het inschatten heel erg lastig. Dus ik hoop niet dat het terugkomt in Black Ops 3.
Gaan we naar de volgende vraag van de King77NL. Q&A, wanneer heb je voor het laatst gekotst? Ja, dat was dan bij jou hè, thuis, denk ik. Hè? We gingen een paar weken geleden gingen wij naar Izzy. Misschien kennen jullie al, hij is MC, zoals dat heet, geloof ik. Hè? MC, in ieder geval iemand die draait voor dat een artiest echt gaat optreden. Zeg maar zoals Chesto, Armin van Buuren of weet ik veel. Dat soort DJ's natuurlijk. Hij is een opwarmer. Zoals ze dat noemen, denk ik. Ik weet niet of dat helemaal juist is wat ik zeg hoor. Maar in ieder geval, jullie begrijpen wat ik bedoel. In ieder geval, die zorgt ervoor dat de zaal gezellig is. Lekker druk is. En toen was ik uitgenodigd in ieder geval bij zijn opening van zijn hotel. En verjaardag was het eigenlijk. En ja, toen ben ik iets te ver gegaan met drank en zo. En gekotst. Natuurlijk. Want ja, ik ga daar niet echt heel erg tegen als je echt heel veel drinkt. En ik moet eerlijk zijn, ik ben ook niet meer gewend en zo. Vroeger gingen mijn Paul en ik natuurlijk veel darten. En dan dronk ik best wel aardig wat, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is ja, dan eigenlijk helemaal minder geworden. En ja, toen viel het gewoon even verkeerd en zo. En dat is niet zo lekker hoor. Want ik heb echt wel, ik meen het serieus, gewoon 2-3 dagen heb ik er gewoon last van. Gewoon dat je echt denkt van, ik voel het nog zitten, zeg maar. Dan, als je eraan denkt, dan weet je nog precies hoe het voelt. Dus gelukkig maar dat ik het weer een keertje gehad heb. En dan weet ik in ieder geval wat ik niet moet doen, zeg maar. Dat is natuurlijk gewoon te veel drinken. We gaan de volgende vraag van Jelle Hugens. Jelle Hugens. Q&A. Yo Fish, Bobby Eden of King Holland? PS Nice Videos. Dankjewel. Ja, Bobby Eden natuurlijk dan. Want voor de mensen die weten wie het zijn pornoactrices. Pornoactrices, ja, zijn het. En trouwens, Kim Holland is ook regisseur, hè? Zoals het heet. Regisseur? Heet het zo? Ja, voor mij wel. In ieder geval, zij speelt niet meer echt mee in films, zeg maar, Kim Holland. Als ik eerlijk ben, dan ziet Bobby Eden veel lekkerder uit. Kim Holland is ook wel een beetje oud geworden. Hè? Voor mij is ze al 50 plus of zo. Zoiets. Voor mij wel 50 plus. Maar nee, Bobby Eden is het dan toch. Thijs van Hal, Q&A. Wat vind je ervan dat PSV kampioen is geworden? Ja, nee, een geintje. Nee, ik ben voor Ajax. Dat weet iedereen natuurlijk wel, zo'n beetje, denk ik. Ik heb respect voor elk team, hoor. Daarom staan we daar niet van. Maar dit jaar was natuurlijk gewoon PSV gewoon veel sterker. En ik denk ook dat het een beetje aan ligt dat gewoon Ajax gewoon te weinig geld uitgeeft, als ik eerlijk ben. En ze zijn veel te krenterig tegenwoordig, eigenlijk. Ja, je moet toch, als je mee wilt doen met de top... Hey, je ziet toch al die grote clubs, die geven gewoon ook gewoon geld uit. En die zorgen gewoon voor dat ze dan gewoon kampioen worden. Of ver komen in bijvoorbeeld de Champions League of whatever the fuck natuurlijk. En dan daar weer geld mee opstrijken en zo. En ja, Ajax, ze waren goed bezig natuurlijk. Het feit dat ze gezond willen worden, dat is prima natuurlijk. Maar je moet ook wat uitgeven, zeg maar, om continuïteit in je spelers te hebben. Dus dat je gewoon altijd goede spelers hebt, zeg maar. En niet dat het allemaal, weet ik veel. Het is allemaal talentjes. Ja, dat schiet echt niet op natuurlijk. We hebben het al eens een keertje in de call over. En dan zit Paul bijvoorbeeld samen met Remco best wel veel. En Remco is ook Ajax supporter. En hebben ze over talentjes en zo. Maar ja, talentjes is allemaal leuk, weet je. Maar talentjes worden weggekocht. Ja, zodra ze maar één goede bal geven, dan worden ze weggekocht. En dan gaan ze naar het buitenland. En ja, dan heb je er weer niks aan. Moet je weer met het volgende talentje aan de slag. Dus ja, blijft lastig. Maar in ieder geval, ik natuurlijk PSV gewoon terecht de winnaar natuurlijk. Gewoon terecht kampioen geworden. Nog één vraagje van Face Rain. Jawel, face in the house. Yo Fish, nice Q&A, dankjewel. Als je zou moeten kiezen tussen 1, nooit meer kot spelen, maar nog wel andere games. Of 2, voor altijd kot spelen, maar nooit meer andere game. Nooit meer een andere game, ja. Dan zou ik... ik kan er niet tussen kiezen, want... kot is gewoon leading op mijn kanaal. En... ik vind ook kot wel heel erg leuk om te doen. Maar het is niet zo dat ik nooit meer een andere game zou willen spelen. Want altijd maar kot. Ik zou helemaal gek worden op het laatst. Ik word nou als gek als ik een uurtje aan het spelen ben. En er zijn
best wel veel campers of irritante zwelen, zal ik het zo maar zeggen. Dan word ik helemaal gek op het laatst. En dan denk ik bij mezelf... Ja, toch? Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Dus dat, ja, ik kan hier niet tussen kiezen als ik eerlijk ben. Ik, nee, ik ga er ook niet tussen kiezen. Kiezen jullie maar voor mij. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.